Meer dan 20 uur per dag op je kamer worden opgesloten en er met meer trauma's vandaan komen dan toen je er binnenkwam. Dit is de harde realiteit voor kinderen die terechtkomen in de gesloten jeugdzorg. En dit ligt nu zwart op wit op tafel door het onderzoek van Jason Bugandas, ervaringsdeskundige. De zorg in de zwaarste jeugdzorgafdeling is onder de maat. Dat concludeert de inspectie. Een groep jongeren die zich niet vaak laten horen. Jongeren uit de gesloten jeugdzorg. Dankzij Jason Bugandas, ooit zelf opgenomen, is het nu toch gelukt om ervaringen van deze jongeren op te tekenen. Via een oproep op social media komt hij in contact met 50 andere jongeren. Aan de hand van vragenlijst verzamelt Jason gegevens over het verblijf op de ziekenhuisafdeling. De jongeren spreken van extreme isolatie zonder therapie en de juiste hulp. Het kan niet zo zijn dat we zoveel jongeren hebben die trauma's oplopen in een systeem waar een overheid ze hoort te beschermen. Ja, aan tafel dus Jason Bugandas, Evita, die ook in de gesloten jeugdzorg heeft gezeten. En Tweede Kamerlid Lisa Westerveld namens GroenLinks Partij van de Arbeid, woordvoerder jeugdzorg. Jij nam vandaag ook het rapport van Jason in ontvangst. Welkom. Even een speciaal welkom aan jou, Jason. Want jij bent al zo'n beetje 9 jaar, geloof ik, bezig om op verschillende deuren te kloppen, aan te schuiven in programma's. Je stem te laten horen om aan te tonen wat er speelt in de gesloten jeugdzorg. Vandaag sta je in alle kranten. Je bent de opening van het journaal. Wat voor dag is dit voor jou? Ja, het is tamelijk bizar. Ik denk dat wat belangrijk is om te specificeren is, dit rapport gaat over de ziekenhuisafdelingen in de gesloten jeugdzorg. En dat zijn gespecialiseerde afdelingen. Dus ja, ik vind de gesloten jeugdzorg een excess. Maar wat hier staat, dat is nog wel een excess binnen een excess. Ik denk dat dat nog wel een nuance is. Ja, goed dat je het zegt. Dus want als je het hebt over die afdelingen, de ziekos, dan gaat het over zeer intensieve, kortdurende observatie en stabilisatie. Mm-hmm. En dat zijn dan 3 afdelingen, in Harreveld en in Zetten. In Harreveld heb jij zelf gezeten. Wie komen daar op die plekken? Die speciale afdelingen binnen de gesloten jeugdzorg? Ja, ziekos is dus inderdaad een afkorting. Kortdurend houdt in dat je er voor korte tijd verblijft. En observatie en stabilisatie is een doel omdat kinderen daar komen op het moment dat ze in psychiatrische crisis zijn. Dus het kunnen kinderen zijn die suïcidaal zijn of in zichzelf snijden. En die komen daar dan eigenlijk met de belofte: wij zijn gespecialiseerd, wij kunnen jullie helpen. Mm-hmm. Het zijn veelal meisjes. Ja, ik denk dat Evita echt wel een heel goed voorbeeld is van wat voor kinderen. En kinderen, welke leeftijd? 12 tot en met 18 jaar over het algemeen. Komen uit het eerdere afdelingen, misschien binnen de jeugdzorg. En dan neem ik aan, toch gaat het nog slechter en dan kom je op deze afdeling terecht. Precies, dus die kinderen zijn al vastgelopen in zorg en die worden dan naar de ziekenhuisafdeling geplaatst, omdat de ziekenhuis pretendeert dat zij die kinderen kunnen stabiliseren. Ja, maar op de voorkant van jouw verslag staat: als gevangenispersoneel voor kinderen met psychiatrische problemen zorgt. Ja, en dat klinkt ongenuanceerd, maar het is dus echt zo. Wat belangrijk is om te weten is, voorheen werden kinderen in de jeugdgevangenis geplaatst, ook als ze geen strafbaar feit hadden gepleegd. Dat heeft Nederland echt heel veel gedaan. Dat ging op een gegeven moment om duizenden kinderen per jaar. En toen de overheid daarmee wilde stoppen in 2008, toen hebben ze een paar van de jeugdgevangenissen aangewezen. En toen hebben ze gezegd: jullie zijn vanaf morgen jeugdzorg. Dus het personeel bleef hetzelfde, de panden bleven hetzelfde, de cultuur bleef hetzelfde, alles bleef hetzelfde. Maar de groep veranderde. Dus ja, kinderen zoals Evita, kinderen die, waarmee ik heb gesproken, die hebben eigenlijk gewoon in een gevangenis gezeten, 20 uur per dag. Dus niet op kamer, maar in een cel ook daadwerkelijk. En die zijn behandeld door personeel dat helemaal niet geschoold was om psychiatrische problematiek op te vangen. Nee, en wat is het gevolg daarvan? Nou, wat je eigenlijk ziet bij vrijwel alle jongeren, 90% heeft meer trauma opgelopen binnen de instelling. Zo zijn jongeren bijvoorbeeld bang om vastgegrepen te worden. Ze raken snel in paniek als iemand boos is. Je ziet dat de jongeren angstig zijn geworden, dat er wantrouwen is ontstaan. En een deel van de jongeren geeft aan: ik ben gewend geraakt aan de situatie. Dus hun referentiekader verandert ook gewoon binnen zo'n instelling, waardoor ze niet meer goed kunnen onderscheiden wat nog normaal is en wat niet. Nee. Evita, jij bent een van de mensen die Jason gesproken heeft. Hè? Een van de 51 jongeren die het dus hebben meegemaakt. Hoe oud ben jij nu eigenlijk? Ik ben nu 19. Je bent 19 en je zat daar van je 15e en toen 1,5 jaar. Wat op zich zeer korte opname is dat niet geworden in jouw geval, 1,5 jaar. Ja. Hoe ben je daar terechtgekomen? Het ging een en ander aan vooraf. En vooral omdat ik daar in eerste instantie ben gekomen, omdat ik een doodswens had. En die kwam voort uit trauma's, een last aan trauma's. En ik ben in het begin van hond naar her gestuurd en nergens was plek. En ik gaf bij de eerste
opname al aan dat ik traumabehandeling nodig had. En daarnaast een stabiele, liefdevolle woonomgeving. En dat heb ik eigenlijk niet gekregen tot uiteindelijk door en door gestuurd. En de gemeente kon niet betalen. En door en door gestuurd is het dan omdat het steeds slechter met jou ging? Of dat je voor behandelaars onbehandelbaarder werd? Of suïcidaler? Of het... Nee. Ik bleef dezelfde gevoelens houden. Alleen op het moment raak je... Je komt op crisisplekken, in ieder geval in mijn geval, in eerste instantie. En daar moet je binnen 2 dagen eigenlijk weg. En dan word je naar een groep gestuurd. En toen werd ik naar Harreveld gestuurd, een open groep. Maar daar namen ze niet aan, omdat ik suicidaal was. Terwijl ze me daardoor daar naartoe hebben gestuurd. Ja. En toen moest ik weer weg. En toen kwam ik gesloten. En jij voelde zelf heel erg wat je nodig had. Jij gaf precies aan wat je nodig had. Ja, al werd ik daar wel steeds minder hard in. Omdat ik op een gegeven moment ook aan mezelf begon te twijfelen. Want mijn gemeente heeft verteld dat er geen plek was waar ik therapie kon krijgen en kon wonen. Terwijl dat achteraf wel zo bleek. Maar wat heb je meegemaakt op die locatie waar we het nu over hebben, wat voor jou zo traumatiserend is geweest? Ik begin dan altijd bij het begin. Zeg maar de eerste paar minuten dat ik binnen ben op die groep, word ik naar kamer gebracht. En dat is eigenlijk gewoon een lege cel met een bed aan de vloer en een bureau zonder stoel, omdat je die moet verdienen. En een deur waar de wc achter zit, alleen die zit... Je moet een stoel verdienen? Ja. Oké. En ik kwam daar binnen en dan staat er een grote man voor mij die eerder ook uit het leger kwam. En die geeft zo'n schuurjurk aan. Dat is een soort blauwe jurk, hard, koud en die kan je niet kapot maken. Nog zonder dat ik iets gedaan heb. En die zegt, kleed maar uit, trek dit maar aan. En ik zeg, nee, sorry, ik durf dat niet. Dus ik ging bang in een hoekje staan. Ik was een 15-jarig meisje met trauma's en angst. En dan word je hardhandig vastgepakt, op de grond gegooid, uitgekleed. Die schurk aan en ze rennen weg en de deur is op slot. En dan zit je uren alleen in zo'n cel. En ik denk dat symbool staat voor de rest van mijn tijd daar. Want er zijn nogal wat dingen. Om het heel even de grotere begrippen. Hè. Soms hadden jongeren geen toegang tot water of eten. Seksueel grensoverschrijdend gedrag, discriminatie, fysiek geweld. Meer dan 20 uur per dag opgesloten zitten. En dus bijna alle jongeren hebben traumaklachten overgehouden door een tijd dat ze daar gezeten hebben. Maar dat 20 uur op een kamer, dat gold ook voor jou? Ja, plus en minus. Iedere dag kon verschillen, maar ja. En waarom was het zo op zo'n manier? Want is dat dan het personeel dat er zat? Dat was nog personeel wat er toch al was? Het feit dat jij als meisje van 15... Ik kan me daar gewoon helemaal niks bij voorstellen. Dat je daar binnenkomt met een probleem en dat dit jouw eerste ervaring is. Ik kan er gewoon helemaal niet bij. Deze afdelingen, de ziekenhuisafdelingen, die komen van de FOBA. En de FOBA, dat zijn speciale afdelingen in justitie. Dus dat zijn kinderen die ook gevaarlijk kunnen zijn voor het personeel. Die veel meer dreiging dan een Evita. En daar is eigenlijk de hele zorg op afgericht. En ik denk overigens ook niet dat 20 uur per dag op kamer zitten bevorderlijk is voor jongeren in justitie, hoor. Ik maak graag de vergelijking met de EBI. Mm-hmm. Daar zitten Holleder en Tachi. En daar zitten gevangenen 21 uur per dag op cel. Dat is vergelijkbaar met deze kinderen. Ja. Deze kinderen hebben niks gedaan. Nee. Lisa, jij bent... hierbij betrokken. Je hebt natuurlijk zorg in je portefeuille. Jij bent ook wel eens op een van deze locaties geweest. Hoe vond jij het daar? Ja, dat klopt. Ik heb een van die locaties bezocht. Eigenlijk naar aanleiding ook weer van noodkreten van jongeren zelf. Nee, Jason ken ik al heel erg lang. Hij klopt echt al heel lang op de deur van de Tweede Kamer en van de politiek in het algemeen. Ja, klop aan de deur. Mm-hmm. Ziet in zijn goede omschrijving. Hij zegt al heel lang, er moet worden ingegrepen. En Jason is niet de enige jongere die dat doet. En ik wilde zelf wel eens gaan kijken, dus ik ben op Harreveld geweest, omdat ik van heel veel jongeren hoorde dat zij op deze manier, zoals Jason ook in zijn rapporten beschrijft, werden behandeld. Mm-hmm. En maar dan weet je natuurlijk ook dat het een werkbezoek is. Ja. Want ik ga er als Kamerlid naartoe. Ik kan niet onaangekondigd op de deur gaan kloppen. Maar goed, je ziet natuurlijk wel die kamers. Ja. Je kent de verhalen van Jason. Het is gewoon een oude gevangenis. Ja. Dus je ziet een hele kille omgeving met prikkeldraad, met grote gevangenisdeuren. Met echt ook bij die kamers, er is bijna niks in die kamers. Echt, zodat die idee erachter is natuurlijk, dan kunnen mensen ook niks stuk maken. Maar als je daar echt een tijd zit en je hebt als jongere hulp nodig. Ja. Je hebt gewoon echt de allerbeste hulp nodig van de allerbeste specialisten, dan hoor je natuurlijk niet in een oude gevangenis thuis. Dan hoor je in een heel goede, gespecialiseerde setting, hoor je dan, waar je echt thuis kan voelen. Ja. En dat miste allemaal. Dit klinkt heel logisch, hè, wat je zegt. Dat je zegt, dit zijn kinderen die hebben echt heel veel hulp nodig. Nou was gisteren Lieke van Domburg, bestuurder van iHub. Dus het is de organisatie waar de ziekenhuisafdeling in het Gelderse Harreveld onder valt. Te gast bij Nieuwsuur met een reactie op jouw rapport. Laten we heel even kijken.
Waarom hebt u niet eerder ingegrepen? Nou, we hebben, zoals ik al zei, steeds ingezet op aan de ene kant het verbeteren van het huidige en aan de andere. Maar dat was dus niet voldoende als u op dit moment nog constateert dat het nog steeds niet goed genoeg is. Ja, dat klopt. En maar hoe aan kan de andere dat? Kant... Dat is mijn vraag. Hoe kan het dat het nog steeds niet goed genoeg is, terwijl u weet dat het niet goed genoeg is? Ja, omdat wij echt vinden, en dat kunnen wij niet alleen, dat om dit goed genoeg te maken, dat niet als een organisatie als de onze in het alleen kan. Als u het niet kunt, waarom doet u het dan? Nou, dat is een duivels dilemma waar wij elke dag ook over sparren. En wat ook de reden is waarom we nu zeggen, we zetten een stop op deze groep en we willen in deze vorm ook niet verder. Ja, ze heeft het even in een bijzin over een stop op deze groep. Jouw rapport heeft zoveel betekend dat er een stop is met de aanname van jongeren. En er is één afdeling is er zelf dichtgegaan. Maar wat mij dus al de hele dag verbaast, is dat ik denk, zij zegt we moeten gaan samenwerken met de GGZ. Is dat er niet? Ja, nee, sowieso is de jeugdzorg, en ik kan heel lang vertellen over de geschiedenis, daar hebben we vast niet de tijd voor, maar er is echt ongelooflijk veel misgegaan de laatste jaren. En, maar laten we het dan even gewoon specifiek op die afdelingen waar jullie allebei gezeten hebben. Je zit daar, je wordt opgenomen, het gaat heel slecht met je. De bedoeling is dat je kort blijft, mensen blijven 5 maanden, 8 maanden, 1,5 jaar. Waar is dan de geestelijke gezondheidszorg in dat verhaal? Ja, die is er vaak niet. En dat zie je in de hele jeugdzorg. Dat wat ik dus heel schrijnend vind, is dat juist de jongeren die de allerbeste hulp nodig hebben, ja, daarvan is dat er vaak niet. Je ziet overal wachtlijsten in de hele jeugdhulp. Het is ook veel lucratiever vaak om jongeren met de relatief lichtere, zeg ik bewust dus aanhalingstekens, problemen te helpen. Dat levert meer op. Mm-hmm. En dan heb je dus automatisch een deel van de jongeren, de meest kwetsbare jongeren, waar vaak ook niemand om geeft. Hè? Want wij kunnen met elkaar hier allemaal dit schandalig vinden. Maar ik zei het net al, Jason staat echt al sinds ik Kamerlid ben bij ons aan de stoep. Ja. En voortdurend als wij proberen om dit te veranderen, krijgen we daar in de Kamer de meerderheid niet voor op elkaar. Krijgen we niet de steun van de zittende bewindspersoon? Ik heb een massale onrust van de staatssecretaris van de ChristenUnie. Ik kan hem niet helemaal voorlezen, maar ik heb even één zinnetje uitgestreept. Wij verwachten dat instellingen deze veiligheid bieden aan jeugdigen en medewerkers. Dat is de verwachting die de staatssecretaris heeft. Dat is heel gek. Ik bedoel, we hebben in 2019 een rapport gehad voor Commissie de Winter. Commissie de Winter. Weet dat het niet zo is? I know. Nee, maar het is, kijk, dit is één onderzoek, hè? Maar Commissie de Winter was een nog veel groter onderzoek naar geweld in de jeugdzorg vanaf 1945 tot 2019. Mm. Daaruit kwam 75% van de jongeren krijgt te maken met geweld. Hoe kan je dat als staatssecretaris nog beweren? Want jij zei hiervoor tegen mij, hè, van kinderen worden uit huis gehaald omdat er geweld is thuis. Mm-hmm. En vervolgens kom je op een plek waar geweld is. Ja. Wat natuurlijk ontzettend schrijnend is. Maar heb jij zelf een oplossing? Want je hebt zoveel mensen gesproken. Is het voor jou eigenlijk best wel kant en klaar wat er wel moet gebeuren? Het is niet kant en klaar, want elke jongen is een individu. En voor elke jongen moet je kijken wat is er nodig. Dus daar moet een verklaarde analyse voor gemaakt worden. Klinkt heel logisch. En dat betekent dat je van tevoren gaat kijken wat is er aan de hand, wat willen partijen, wat is de juiste oplossing. Wordt vaak overgeslagen. Daarnaast wat jongeren aangaven, ik heb ze gevraagd wat hadden jullie nodig. En het is heel erg, maar ze zeiden liefde, een gesprek, een knuffel. Alles wat ze hier niet hebben gekregen. Nabijheid, alleen al contact, is een hele effectieve interventie in de zorg die we compleet vergeten. En wat ik denk dat nog toegevoegd moet worden aan het stuk van Lieke, wat ze zegt, het is een duivels dilemma. Deze aanbieders van deze organisaties afdelingen hebben gigantisch financieel belang bij het instand houden van de ziekenhuisafdelingen. Deze afdelingen voor Harreveld waren per jaar meer dan 3 miljoen euro waard. Dat is een hele perverse prikkel. Je ziet ook op verschillende punten in de geschiedenis dat geconstateerd is dat de ziekenhuisafdelingen niet de passende zorg kunnen bieden en dat er misstanden zijn. Heeft ook de inspectie geconcludeerd. Maar het is in stand gehouden en we kunnen daarbij niet negeren dat daar gewoon financiële belangen spelen. Ja. Je hebt het zelf ook natuurlijk gezeten. Ik vroeg me wel af met het interviewen van al die jongeren die daar gezeten hebben. Hoe was het voor jou? Om dit, want je zit hier toch maar om weer mensen wakker te schudden van wat kunnen we doen. Ja, je kan hoe gaat het met je? Ja, hoe gaat het met me? Er gaat nog niet zo heel erg veel. Ik moet heel eerlijk zeggen, het is gewoon 6-7 weken non-stop echt de hele dag aan het werk. Dus ik heb niet echt ruimte gehad om te verwerken wat er gezegd werd. Ik denk dat als dit is gaan liggen, ik echt pas kan laten binnenkomen wat de jongeren allemaal hebben gezegd. En dat is, ja, dat zijn echt heel veel schrijnende dingen. Ja. Verwacht je dat er nu daadwerkelijk iets zal veranderen? Nou, er is al meer gebeurd dan de afgelopen jaren. Een opnamestop in de jeugdzorg. Ja. Daar moet heel veel voor gebeurd zijn. Voordat gezegd wordt, hier plaatsen we geen kinderen meer. Ja. Team op non-actief vind ik ook een grote stap. Maar wat ik wil, is permanente sluiting van die ziekenhuisafdelingen. Er staat een
alternatief beschreven in het rapport. Dat moeten jullie maar even lezen, want het is een rapport van 80 pagina's. Dus dat bespreek je niet even in zo'n item. En daarnaast wil ik dat het toezicht in de jeugdzorg echt verbeterd wordt. Dus het gaat onder andere over hoe houdt de inspectie toezicht. Zij constateren dit, maar handelen niet adequaat. Dat betekent dat kinderen in de jeugdzorg dus onveilig zijn. Er staan ook aanbevelingen in het rapport om dat te verbeteren. Ja. Ik wil jou heel erg danken voor je komst hier, allemaal, alle drie. En ik hoop dat het nog veel meer gaat veroorzaken. Dank je wel. Ja.